7% inhoud, 38 toon en 55% het non-verbale. Dus dan gooi je in die hersenen een vraag die naar energie gaat zoeken. Waarom is eigenlijk een dodelijke vraag. Als iemand op zijn standpunt staat, en jij ook, dan wordt lekker dansen. Kom op man, we gaan ervoor, hè? Echt lekker nieuw, dat is leuk. En ga dan vitaal taalgebruik gebruiken. Leuk dat je kijkt of luistert naar 7DTV, het allerleukste YouTube en podcastkanaal voor ondernemers. Wat als je taal bewust in gaat zetten om op nieuwe ideeën te komen, om klanten of potentiële klanten te overtuigen of om collega's te inspireren? Hij schreef er een boek over, auteur en topspreker voor Ondernemend Nederland, Jan Verzetten. Jan Vaart, welkom. Dankjewel, Ronnie. Wij gaan zo meteen uitvoerig kletsen en praten met woorden. Maar ik heb eerst drie soort van dilemmaatjes. Oh, leuk. Even een beetje warm lopen. Ja. En je moet kiezen dan, hè? Ja. De rest van je leven alleen maar werken? Of de rest van je leven alleen maar vrije tijd? Werken. Oh ja? Ja. Is je familie daar blij mee? Geen idee. Ja. Ja. Ik hoop niet dat dit tot eerst stuk uitgezonden wordt. Ja, zeker wel. De tweede, dus het was niet echt een dilemma, want je hoeft allemaal na te denken. Ja, nee, was geen dilemma. Was geen dilemma, nee. Oké, best mijn fout. Je mag nog maar één ding doen. Boeken schrijven of optreden? Optreden. En de laatste, je moet een klant overtuigen met woorden. Wat telt het meest? En je moet één van drie kiezen. De inhoud, de toon van de inhoud of alles eromheen, non-verbaal? Oeh, dat is een zware. Maar ik krijg de kans om het dadelijk te nuanceren. Nu pak ik hem gewoon. De woorden. Toch de woorden. Toch hè? De woorden. Mm-mm. Want er is een soort ding als je online gaat zoeken en zo. Dat mensen altijd zeggen dat eigenlijk non-verbaal gewoon super belangrijk is. En woorden er eigenlijk niet te doen. Hè? Ja, klopt. Wat vind je daarvan? Ik weet niet of we al gas kunnen gaan geven. Jij hebt 160 op ik spreek zijn naam misschien niet helemaal goed uit, maar Mehabrian, dat is dan een psycholoog, die heeft ooit een aantal onderzoeken gedaan waar hij een conclusie aan verbonden heeft. En die conclusie is 7% inhoud, 38 toon en 55% het non-verbale. Oftewel, dat zijn de spelers, de drie musketiers die de invloed hebben op het overkomen van wat je wil zeggen. Hè? Dus 7% woorden betekent eigenlijk, joh, dat maakt eigenlijk niet uit, maakt wat, geen je zegt. Uit wat je zegt. Nee. Nee, als het maar een beetje swingt, hè, non-verbaal, ja. En klinkt. De toon is leuk. Nou, daar gaat het een beetje mis. Op twee fronts is wel goed om dat even mee te geven. Want in iedere workshop over communicatie of wat je leest of wat dan ook, komt dat verhaal terug. Kijk, die 7% die moet op de eerste plaats 100% kloppen. Ja? Want als jij iets zegt wat gewoon niet steekhoudt, waar is of wat dan ook, dan val je al door de mand voordat je überhaupt begonnen bent. Mm. Ja? En natuurlijk moet het in lijn zijn met wat je uitstraalt en hoe het klinkt. Ja. Stel dat ik zeg, Ronnie, ik vind het zo leuk om bij jou in de studio te zijn, om mensen te inspireren. Dat vind jij ook leuk. Dus we hebben een hele fijne ochtend. Daar gaan we. Nou, dan denkt iemand, ik zet hem af. Ja? Maar als ik mezelf tussen aanhalingstekens laat gaan, hè, dus ik ben authentiek in wat ik zeg en denk, dan hoef ik daar eigenlijk al niet meer op te letten, want dat gaat van nature. Dus je kunt er heel veel nadruk op gaan leggen. Je kunt ook zeggen, nee, weet nou wat je zegt, want als je dat meent en je meent het ook voor een ander, dan rolt dat vanzelf achter elkaar aan. Hmm. Ja? En als laatste is misschien leuk voor degene die denken, ja, wacht eens even, maar die man die zal toch wel dat onderzoek, dat zal toch wel ergens op geslagen hebben. Jazeker. Hij heeft het nu zelf genuanceerd op zijn website. Hè? Die man, want die heeft natuurlijk ook gedacht, jeetje, ze gaan ermee aan de haal op een manier die niet helemaal juist is. Ja. Als jij om iemand zijn gevoelens vraagt, hè, of hij gaat gevoel uiten, dan met name komt die verhouding onder positieve druk te staan. Dan moet het echt kloppen. Hè. Dus, maar gaat het over gewoon inhoudelijke zaken? Hè? Als ik bijvoorbeeld tegen jou zeg, Ronnie, 2 plus 2 is 4. Ja? Dan kan ik zeggen, Ronnie, 2 plus 2 is 4. Dan denk je, doe eens normaal, man. Weet je wel? Of 2 plus 2 is 4. Nee, gewoon 2 plus 2 is 4. Maar als jij het aan mij vraagt, Jan, wat doet die crisis met je? Ja? Nou, dan gaat dat verhaal rollen, ja, zeg maar. Ja, ja, ja. Hè? Dus even terug naar de drie musketiers. Ze zijn allemaal belangrijk. Maar ik zou bijna zeggen, vergeet het gewoon als je authentiek bent. Want dan rolt het eigenlijk van nature. Dan klopt het.
Ja. Jij je hebt een boek geschreven, het gaat over. En het weet wat je zegt, ja. Dat boek. Dan zullen de meeste ondernemers denken, ja, Jan, kom op man, weet wat je zegt. Weet je, ik lul al mijn hele leven. En zeker wij Hollanders, weet je wel. Wij kletsen wel. Wat kun je daarna, hoe kun je dat nou inzetten om als ondernemer of ZZP'er daadwerkelijk gewoon even een heel plat Nederlands, om gewoon beter te scoren of meer handel te doen? Ja, of zo. Ja. Nou ja. Je kunt hem tegen je klant gebruiken, je kunt hem voor je klant gebruiken. Dus dat is even dat bewustzijn dat taal zoveel kracht heeft, dat we eigenlijk vergeten dat we het hebben. Ja, precies. Dat is even als een bewustwording. En als je dan heel bewust gaat kijken naar hoe jij tegen jezelf praat, hè, wat je denkt, en tegen anderen, dan als je het verward eenvoudig houdt, dan zie je eigenlijk twee typen taal, hè, noem ik het maar. Dat is taal die energie kost, wegtrekt, en vitaal. En vitaal wil zeggen, kom van vitalis, dat betekent krachtig, levenskrachtig en creërend. Dus die gaat omhoog. Ja? Moet je voorstellen, ik vraag gewoon aan een klant, een heel simpel voorbeeldje, praktisch, want dat is voor de mensen ook makkelijk. Je zit zo te praten over een product of een dienst of wat dan ook, en je ziet die klant denken, weet je wel, dus non-verbaal, denk je, schiet weg of zo, weet jij veel. En jij zegt, nou, ik kan me voorstellen dat je toch even wil kijken hoe je zo'n investering plaatst in je bedrijf. Wat zou nou eens, als ik met je meedenk, wat zou nou een reden kunnen zijn om te kiezen voor die aanpak? En dan hou je mond. Dus dan gooi je in die hersenen een vraag die naar energie gaat zoeken. Ja. Hè? Ik kan natuurlijk ook vragen, wat houdt u tegen? Hè? Ja, dan gaan die hersenen daar zoeken. Maar vitalis betekent, ik zoek naar energie. Ja, ja. Dus als die klant zegt, nou ja, kijk, je wordt er natuurlijk nooit minder van als je jezelf als bedrijf goed positioneert, Ronnie. Hè? Ja, zeg jij, je hebt een punt. Ja. Ja? Dus kom in mijn studio, hè, dan gaan we eens even kijken. Ja, eigenlijk is het natuurlijk heel simpel. Ja. Alleen je moet wel donders goed opletten welke woorden, welke taal je gebruikt en hoe je dat meent. Als ondernemer wil je een aantal dingen. En ik wil aan jou vragen hoe je daar taal voor kan inzetten. Ja. Dus laten we beginnen met, ik wil nieuwe ideeën en nieuwe inzichten hebben. Nou, best wel belangrijk in deze tijd ook. Hè? Want er zit natuurlijk een hele zooi ondernemers die zeggen van, yo gasten, misschien moet ik iets heel anders gaan doen. Ja. En sowieso is het als ondernemer belangrijk om goede nieuwe ideeën te hebben. Hoe kun je daar taal voor inzetten? Ja, heel goed. Er lopen drie ondernemende types door Berlijn heen, een tijdje geleden. Eén vraagt aan die ander, wat zullen we gaan eten vanavond? Ja? En die ander zegt, ja, ik weet het niet. We moeten het iedere keer opnieuw verzinnen. Ik heb trouwens ook geen tijd voor de boodschappen. Ja? Bla, 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 bla. Zegt die middelste, hey, hoe gaaf zou het zijn, let op hè, taalgebruik, hoe gaaf zou het zijn als we die problemen gewoon eens oplossen voor andere mensen? Dat ze niet hoeven te bedenken wat ze moeten eten en wij regelen dat die shit thuis komt. Nou, je weet waar ik het over heb. De rest is history. 91 miljard marktwaarde. 40-50% marktaandeel. HelloFresh. Maar dat begint aan de bakermat liggen dus vraagstellingen in energieke vorm over problemen. Want dat is de grap. Hè? Dus, oké, jongens, wat kunnen we anders doen? Let op. Wat kunnen we anders doen waardoor het ook nu lukt om nieuwe klanten te krijgen? Je hebt niet, en dat is het lastige in dit proces, je hebt niet gelijk te antwoorden. Je moet eerst de goede vragen stellen. En goede vragen zijn opgebouwd uit taal. En als dat vitaal is, ja, dan gaat dat werken. Dus niet inzoomen op de problematiek eigenlijk? Eigenlijk niet. Nee. Dus je hebt een probleem eigenlijk veel meer op de achtergrond dan op de voorgrond. Mm-hmm. En dat is precies wat jij zegt, dat is wel belangrijk. Want dan heb je hem op de voorgrond liggen. Weet je wat voor taalgebruik er dan vaak uitkomt, dan komt eruit van, waarom hebben wij nou zo weinig business? Hè? Waarom komen die nieuwe klanten niet? Hè? En waarom is eigenlijk een dodelijke vraag. Ja. Waarom nodigt de ander uit tot verdediging en verklaring? Want als ik tegen jou zeg, ja Ronnie, waarom is dat nou niet gelukt, jongen? Ja, nou dat moet je je voorstellen. Hè? Ik zeg het ook op zo'n toon. Jouw systeem, binnen 0,25 seconden zijn jouw hersenen erop gebouwd om jou te verdedigen. Dus jij zal nooit zeggen, en dit is trouwens een leuke voor de ondernemende luisteraar, om het anders te doen in taal. Wat jij niet gaat zeggen is het volgende, moet je opletten. Dus de eerstvolgende keer dat iemand vraagt, hey Ronnie, waarom is dat nou niet gelukt, jongen, met dat filmpje en dit en dat? En jij zegt, Jan, hou je vast. Doe je mentale stoelriem maar even aantrekken, want ik zal het jouw haar fijn uitleggen. Dat ligt gewoon aan mij. Even opletten. Ik zeg, wat? Ja, zeg jij. Ja. Ik had mijn prioriteiten niet helemaal scherp. Ja. Mijn intentie was fantastisch, maar jij kon het niet zien aan mijn gedrag. Dus geef me je verhaal, want ik ga je helpen. Had jij trouwens nog andere dingen?
Voel je het? Nee, wat we doen is, als zodra de waarom-vraag komt... Ja, hallo, hey, ja. Dat systeem werkte niet. Ja, die ISBN-kabels van tegenwoordig, die doen het niet goed. Precies, dus die hebben te laat aangeleverd. Alle resources hebben de schuld gekregen. Ja. De waarom-vraag is zeker niet waardeloos. Nee, zeker nee. Niet. Je moet alleen even kijken wanneer je hem gebruikt. Ja. Dan gaan toon natuurlijk ook goed meespelen. Hè? Als ik zeg waarom, moet je opletten. En ik til mijn kin ook nog op, hè? Non-verbaal. Hey, waarom heb je... Zo, wow, daar gaan we. Ja. Weet je wat eigenlijk een hele mooie is? Vanuit welke gedachtegang ben je erop gekomen? Ja. Moet je opletten. Dan krijg je dus een visie te horen van iemand. Mm-hmm. Nou, en over een visie, daar zitten veel meer mogelijkheden aan gekoppeld. Ja. Vanuit een visie kun je meer keuzes maken. Mm. Nou, en dat is misschien wel leuk om nog even, hè, want we hebben het over taal. Als je goed luistert naar wat iemand zegt. Ik vind namelijk, hè, als jij vraagt wat vind jij, dan krijg je een standpunt. Geen standkomma. Mm. Ja? Standpunt. Nou, als iemand op zijn standpunt staat en jij ook, dan wordt lekker dansen. Mm. Nee, dat gaat niet. Dus zodra je in je taalgebruik iemand van zijn standpunt afdanst, hè, dus die klant zegt, nou nah, jongen, dit kun je toch niet maken, man, om zo'n prijs te rekenen voor deze dienst. Ik noem maar wat, hè. En jij zegt, ja, nou, in uw beleving, hallo, dat zou best eens kunnen zijn. Neem me eens mee, hè, vanuit welke gedachtegang je erop bent gekomen. Hoe kun je, en dat klinkt misschien een beetje fout soms, maar hoe kun je invloed uitoefenen op anderen? Ja, kijk, dat betekent eigenlijk dat je, even kort door de binnenbocht antwoord, dat je de taal van de ander moet willen spreken. Mm. Ja? Je kent die uitspraak wel, behandel de ander zoals je zelf behandeld wil worden. Niet handig. Ja? Stel dat jij nogal kort door de bocht bent, bot, weet ik het allemaal. Hè? En dat is prima, daar zit een kracht in. Maar die ander is vrij wel overwogen. En die is veel meer op planmatigheid en zekerheid gebouwd. Mm-hmm. Dan is mijn stelling, behandel de ander zoals de ander behandeld wil worden. En dat kun je laten zien in je taalgebruik. Stel je wil iemand meekrijgen voor een redelijk disruptief verhaal. Weet ik wel. Ja? Mm. Nou, iemand die dus van inborst behoefte heeft aan zekerheid en planmatigheid, die gaat zomaar niet kantelen. Als ik zeg, hey, kom op man, we gaan ervoor. Hè? Echt lekker nieuw, dat is leuk. Denkt die ander, hè? Die slaat intern al op tilt. Als ik zeg, joh, ik loop met een paar ideeën rond. Ja, dan wil ik ze tegen je aanhouden. Schiet jij er eens gaten in. En wat gaaf zou zijn is als we uit die ideeën iets halen waarin we een goede stap in de richting kunnen zetten. Dus eerst is één stap in de richting van een mooi droombeeld. Nou, denkt die ander, één stap. Geen enkel punt. Ja. Dus wat zou, als ik aan iemand vraag, wat zou een eerste stap zijn in de richting van? Nou, dan gaat dat brein ook werken. Maar als ik zeg, hey, hoe krijgen we dat voor elkaar, jongen? Hey, aan het eind van de maand, pas. Dus je moet dus eigenlijk kijken, wie zit er tegenover me? Hoe draait dat verhaal? En daar kies ik ook mijn taal bij. Dus de kunst is, hè, dat zeg ik ook. Nou, dat is misschien wel leuk om daar nog even een... daar is ook een boekje over geschreven. En dat heeft de titel, ja, zo ben ik nu eenmaal. Ja, zo ben ik nou eenmaal. Ja. Ja, ik zeg dan, nou, wacht eens even, mag ik eens meedenken met je? Zo doe jij bij voorkeur, maar je bent meer. Ja, ja. Kijk, de kracht die in jou als mens zit, is tigmalen groter. Dat jij je ooit aangeleerd hebt, ja, om kort door de bocht enzovoorts te zijn, hè? Dat is prima. En dat heeft een kracht en dat moet je zeker zo houden. Maar ik durf te wedden dat je om je kernwaarden die van jouzelf zijn, om die as kun jij best met lenigheid draaien om die as zonder de connectie te verliezen. Als het tegen zit allemaal, ook ja. Herkenbaar in de huidige tijden voor sommige ondernemers, hoe kan ik mezelf dan helpen met taal? Wij bellen iedere dag een klant met de vraag, hoe gaat het met je vandaag? Specifiek ook vandaag, want anders dan is niet te overzien. Hè? Als ik zeg, gewoon hoe ga het nou met jou, hè, jongen? Ja. Ach, Jan, breng me de tijd niet op. Dus je houdt het een beetje compact. Is te overzien voor de klant, dit en dat. Ja? De ene keer zegt de klant, ja, ik heb een baaldag. Hè? Beetje humor erin. Heb je dat voor morgen ook gepland? Nee, dat niet. Nou, hou vast. Maar je hebt ieder geval altijd een leuk gesprek. Had ik laatst een klant, nou, en die kwam er lekker in. Die zegt, wil je het echt weten? Ik zeg, ja, ik ben nu de sigaar, want ik heb het gevraagd. Gooi het er maar in. Hij zegt, ik ben zwaar gefrustreerd over die klerencrisis. Nou, let op. En dan begint de dans in taal. Dus ik vraag aan hem, hoe ben je daar zo, hoe heb je dat voor elkaar gekregen dan? He? Dat gaat zomaar niet. Verwarring. He, zegt hij. Ik zeg, nee, ik zeg, je moet er wel wat voor doen om jezelf te frustreren. Om in de problemen te komen. He? Ik zeg, weet jij eigenlijk wel wat je zegt? Sluikreclame, hè? Weet wat je zegt. Hij zegt, ja, dat zeg ik toch, frustreren? Ik zeg, nee, weet je wat je zegt? Waar komt dat woord vandaan? Hij zegt, weet ik veel. Ik zeg, ik help je. Frustreren komt van het woord frustraren. En frustraren betekent bedriegen. Hou vast, hè? Dus als je gefrustreerd wil raken, moet je jezelf bedriegen met een verhaal wat niet in lijn is met de realiteit.
Dus iets is wat het is, maar ik pik het niet. Ja? En dus ik ga er een ander verhaal bij maken. Ja? Dat is ook niet altijd erg als het een beetje uplifting is. Maar als het niet uplifting is, ja, Ronnie, dat heb ik weer. Dat kan toch niet zo. Ze pakken mij weer. Weet je wel? Nou, als ik dat maar goed volhou, hè, dus ik ga een ander verhaal erbij houden. En ik ga mezelf de verantwoording daarvoor wegschuiven. Jongen, het wordt steeds erger. Ja? Nou heeft de taal gezegd, ik help jullie. Want we zijn dualistisch ook in het taalgebruik. Dus voor een energietrekker is ook weer een energieleverancier ergens bedacht. Nou, wat staat er nou tegenover frustreren? Welk woord? Een heel mooi woord. Latijn acceptare. Acceptare betekent accepteren. Betekent letterlijk ontvang wat is. Hey, moet je opletten. Ontvang wat is. Hè? Kun je ook thuis toepassen. Hè? Stel je hebt een partner waarvan je denkt, nou, hè, er zit toch 20%, dat heb ik liever even niet. Nou, maar ja, jij zegt, ja, dat zit in het pakket. Ja? Dus ik ontvang wat is en ga van daaruit denken in mogelijkheden. En dan kun je dat op twee manieren doen. Dat is in deze tijd ook wel belangrijk om mee te geven aan elkaar. Je kunt accepteren op een passieve manier. Passief betekent als volgt. Ja, Ronnie, het is wat het is, jongen. Corona, hè? Ja, toch? Het is wat het is. Ja, we kunnen hoog springen, laag springen. Het is wat het is. Dus pak maar datgene waarover je je frustreert. Dan kun je het verklaren als het is wat het is. Dat is de passieve acceptatie. Nou, de actieve acceptatie, de ondernemende acceptatie. Dat gaat als volgt. Oké, jongens, we zitten nu in een situatie waar je niet gelijk vrolijk van, maar we accepteren dat het is wat het is en gaan nu kijken wat kunnen we anders doen, beter doen, leuker doen, waardoor we kansen creëren. Hoe kan ik nou mijn toekomst herschrijven? Klinkt een beetje raar. Als je nu denkt op een manier die je altijd deed, je hebt dingen uit het verleden niet afgerond, dus die zitten ook nog mee te leven nu in je heden. Je bent een keer failliet geweest, je hebt een project gedraaid wat niet goed was. Oh, ja. Dan krijg je die toekomst niet veranderd. Dus het grappige is, en dat zie je nu ook met de huidige situatie, we hebben de toekomst al geprogrammeerd als we nu niet ingrijpen in het beleid, in de dingen. Want dat gaat het gewoon zo zijn gang vormen. Dus wil je de toekomst openbreken? Eén is, wees ervan overtuigd dat het niet de feiten zijn, maar de knoop die je erin gelegd hebt. Dus kijk naar die knoop en ontknoop die is. Twee, geef de hoop op een beter verleden op. Dat betekent rondaf wat nu nog steeds in je donder leeft. Dat kan zelfs zijn dat je iemand moet vergeven, ergens voor. Jezelf moet vergeven dat je op je muil gegaan bent, whatever. Ja? Dus rondaf en ga dan vitaal taalgebruik gebruiken. Ja, dat wordt lachen. Is dat makkelijk? Nee. Is het te doen? Precies. Hey Ronnie, stel je eens voor dat wij als ondernemers dat allemaal gaan doen. Wauw, stel je eens voor. Kijk, en dat is het begin. Want voorstellen betekent de fantasie hebben om dingen voor je te zien die nog niet reëel zijn, maar wel naar de toekomst gericht reëel worden. En dat gun ik ze. Weet wat je zegt. Dankjewel Jan Verzetten. Hey, graag gedaan. En wil je meer lezen of weten over Jan? Janverzetten.nl. Dan vind je zijn hele doopzeel. En dankjewel voor het kijken. Heb je nou zitten luisteren naar de podcast? Ook dankjewel voor het luisteren. Hoi.